In deze video laten we stap voor stap zien hoe je PVC-vloerdelen legt. Heb je een betonnen vloer? Test dan eerst of deze voldoende droog is. Knip een vuilniszak open en plak hem met tape op de vloer vast. Laat hem een nachtje liggen. Voel je de volgende dag vocht aan de onderkant van de vuilniszak? Dan de ruimte een paar dagen goed verwarmen, ventileren en opnieuw controleren. De vloer moet schoon en droog zijn. Als stof op je handen achterblijft, is hij nog niet schoon genoeg. We laten in deze video een diagonaal legpatroon zien. Koop, als je diagonaal gaat leggen, 20% extra en bij horizontaal 10%. Je hebt namelijk altijd wat snijverlies en ongebruikte pakken kun je altijd retourneren. Laat de ongeopende pakken 24 uur wennen in de ruimte waar je ze gaat leggen. Niet meer dan 5 pakken op elkaar om condensvorming te voorkomen. Controleer altijd of deze serienummers overeenkomen. Zo voorkom je straks kleurverschil. Om te zorgen dat straks de lijm goed hecht, smeer je de vloer eerst in met fixeer. Breng met vachtroller of kwast een laagje fixeer aan en laat dat enkele uren drogen. Een diagonaal patroon leggen is eenvoudiger dan je denkt. Om te beginnen gaan we bepalen waar de eerste rij diagonale stroken moet komen. Meet links en rechts precies het midden uit. En trek met de hulp van een lange lat een lijn. Maak op dezelfde manier een tweede lijn loodrecht op de eerste, met de kruising precies in het midden. Met bijvoorbeeld een gradenboog bepaal je een hoek van 45 graden waarlangs je een diagonale lijn trekt. Rol met een vachtroller lijm op de vloer op de plaats waar je de eerste stroken gaat leggen. De eerste strook leg je zo precies mogelijk langs de diagonale lijn die je hebt getrokken. De richtingspijlen op de rug helpen je te zorgen dat alle stroken in dezelfde richting liggen. Leg de stroken in één keer recht en strak tegen elkaar. Niet helemaal strak, loshalen en opnieuw leggen. Smeer telkens de vloeroppervlakte van 4 stroken in en plak ze op de natte lijm. Lijmresten haal je meteen weg met een doekje. Voor hoekjes meet je de lange zijdes. Teken af en snij van punt naar punt. Voor obstakels als deurposten gebruik je deze handige profielmaal. Bij verwarmingsbuizen maak je een maal van papier. Teken rondom de buis af. Plaats het papier over het vinyl en zet een punt in het midden. Gebruik een speedboard. Snij in. En klaar. Zo, een prachtige nieuwe vloer.